En ze zijn zo lief. En die... Kijk hem. Hi, jij komt helemaal opzoeken, hè? Hi. Goedemorgen, het is dinsdagochtend en ik heb een kindje dat natuurlijk heel erg staat te trappen, gelijk naar de schoen. Zie je? Oh. Hij zat heel erg verstopt. Zat hij verstopt? Ja. Dat is een... Precies wel, die onder mijn laars. Wat zit erin? De binnenkant is in ieder geval paars. Oh, dat is wel echt jouw lievelingskleur. Wat heb je? Ik weet het niet. Ik zie de LOL. LOL, trading cards. Yay. Zo, even snel een cadeautje uitzoeken voor een onverwachts kinderfeestje vanmorgen van Sarah. Het is echt zo moeilijk altijd, er staat zoveel. Ik moest ook wat voor het konijn kopen, maar kijk deze konijntjes hier. Ah, oh, ze zijn zo lief en die. Kijk hem. Hi, jij komt helemaal opzoeken, hè? Hi. Oh, ben je zacht en klein. Die ook, die kwam net helemaal op me afgerend. Oh, ik zou ze zo meenemen, weet je dat? Gaat alleen niet. Cadeautjes zijn gehaald en ik heb deze voor het konijntje gehaald. Een kauwwortel, maar die mag Sarah dadelijk geven. Dus ik ga nu als een speer de computers aanzetten weer om spullen, standen over te zetten. En dan gelijk even huishouden doen. Ik haat huishouden. Echt zo erg. Ik heb zo'n hekel aan. En ik ben weer thuis van school en ik ga kleuterraadsels opnemen. Kleuterraadsels staat erop. Ik ben aan het koken en ik ben de chefkok. En Sarah is de afwashulp in de spoelkeuken. Want ik wil altijd de vaatwassen natuurlijk. Onder het eten als ik tijd tekort kom. Dus ik heb mijn kleine helpertje hier gezellig. Ik vind het heel leuk om het te doen. En ik was eigenlijk een gast. Ja, je was net een gast, maar gesloten, dus jij nam even de baan in de spoelkeuken, hè? Ja. Vond ik best wel een goed idee. En dan zijn we toch lekker saampjes aan het spelen. En we krijgen nog wat voor elkaar. Ik vind het heel gezellig zo. Zou ik wel even wat van glas doen? Doe jij maar al het glas. Ja, dan doe ik even zo. Dan mag ik deze doen. Ja, die en die. Ja, dat vind ik wel een goeie. Hier zaten die abrikozen in. Ja. En ik mag ook wel deze doen. Nee, dat is goed, schat. Dan doe ik even snel deze glazen dingen af. Deze hoeft niet. Dan kan ik ze opruimen. Wacht, die doe ik wel even na. Nee. Er zit iets op papier aan. Kijk, als dat valt zo. Doe jij die dingen? Doe ik dit even opruimen nu? Dit is ook glas. Dit kan kapot gaan. Ja, wel, maar iets minder scherven als het zo breken. Dus wel minder gevaarlijk. Ik hoop gewoon dat je het niet laat vallen. Dat vind ik wel een nog beter idee. En jij? Ook. Nou. Die zonder lepels zijn net schoon. Oké. Nou, het is wel fijn dat we het eens zijn. Sarah ligt lekker te slapen. Dus ik heb thee gezet. Marco is nog heel even weg. Voor wat werkdingetjes. En ik heb hier een werkstation ingericht. Dan hoop ik vandaag alles over te hebben van de ene naar de andere computer. Maar ik denk dat het een hele ijdele hoop is. Want het is zo verschrikkelijk veel. Ik moet, ik denk 600 gig overzetten. Dus dat gaat gewoon helaas niet in een paar minuten. Was het maar zo'n feest. Maar ik zoek wel alles gelijk uit. Dus alles wat niet bewaard hoeft te worden, dat gaat er wel gelijk uit. Dus dat scheelt. Ik zit dus nu zo met twee laptops tegelijk. En echt, het gaat allemaal zo langzaam. Dat is gewoon het irritante. Ik ben het nu maar via de Google Drive aan het overzetten. Want het gaat sneller in principe dan als ik het via USB of iets wil doen. Ik heb ontdekt dat dit gewoon de snelste manier is. Maar ja, echt, het is zo verschrikkelijk veel. En dus het is elke keer daar de opzet. Op de ene doe ik het uploaden. Op de andere doe ik het dan weer downloaden. En dan
Als dat gebeurd is, doe ik het op de oude verwijderen. Ik ga je niet verder ermee lastig vallen. Heel boeiend verhaal dit zo. Het is echt weer een tijd geleden, maar ik heb weer lekker een stoproodje en ik ben weer de boter erin aan het laten smelten. Oh, zo lekker! Volgens mij zijn mijn ogen helemaal vierkant van de computers. Ik ga lekker mijn bedje in. Bedankt voor het kijken en tot morgen!